Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, meester. Heeft iemand van jullie nog iets leuks gedaan? Wacht even hoor. Waar komen jullie vandaan? Van huis. Ga maar, hoe zijn jullie dan te laat? Verslapen. Ja? Ik was met mijn moeder in de supermarkt en de vrouw voor ons liet allemaal pakken meegevallen. Het was een grote smeerboel. Kun jij helpen? Ik ben naar de Efteling geweest, mees. Het was echt super vet. Er waren allemaal leuke achtbanen. En jij, Sophie? Ik ben met mijn familie naar het strand geweest en ik heb heel veel schelpen gevonden. Mark, dat verhaal voor jou doet me heel erg denken aan vroeger. Toen is er een vat stroop helemaal leeggelopen. Het zat de hele vloer eronder. Eww. Weet je wat? Ik zal er nog wat meer over vertellen. Hop, Marianneke, stroopwind, kanneke, laten poppetjes dansen. Gisteren was er de prins in het land en nu die kale Fransen. Hop, Marianneke, stroopwind, kanneke, laten poppetjes dansen. Gisteren was er de prins in het land en nu die kale Fransen. Hop, Marianneke, stroopwind, kanneke, hop, Marianneke Jansen. Hij wiegt het kind, hij roert de pap en laat de poppetjes dansen. Hop, Marianneke, stroopwind, kanneke, hop, Marianneke Jansen. Hij wiegt het kind, hij roert de pap en laat de poppetjes dansen. Marianneke stroopwind, kanneke, laat de poppetjes dansen. Gisteren was er de prins in land en nu die kale Fransen. Hop, Marianneke stroopwind, kanneke, laat de poppetjes dansen. Gisteren was er de prins in land en nu die kale Fransen. Gisteren was er de prins in land en nu die kale Fransen. Gisteren was er de prins in land en nu die kale Fransen.
Maar dat was dus weer wel heftig, hè? Ja, jeetje, mees, wat spannend. Ik dacht even dat het niet goed zou komen, mees. Maar gelukkig komt het allemaal goed. Gelukkig wel. Echt mooi verhaal. Oh, ik heb een idee, mees. Zullen we ook naar de supermarkt gaan? Dat vind ik een heel goed idee, Sophie. Trek jullie jas maar aan. Yeah!